Camping Boys. Ik sta hier voor een tent. Een echt ouderwetse tent. Een tent waar twee mensen in liggen. Twee mensen die een huwelijksreis beleefd hebben hier op de camping. Sterker nog, ze zitten er middenin. Want ze hebben namelijk een mailtje gestuurd naar Radio 2... dat ze heel graag hun huwelijksreis door wilden brengen met ons. En ze liggen hier in deze tent. Dus het is gewoon de eerste nacht geweest vannacht van hun huwelijksreis. Ik loop nu de tent in. Kijk hoor, de rit zit nog dicht. Dus ik neem aan dat ze nog liggen te slapen. Moet wel een beetje zachtjes doen. Oh, kijk, dit is een gezellige tent. Er staan echt van die kampeerstoeltjes in. Ik zie een ouderwetse coolbox. Hartstikke leuk, een paar bananen. En ik zie hier slaapcabines. Oh, het zijn wel losse slaapcabines. Ik hoop wel dat ze bij elkaar liggen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Kijk hoor. Weten zij dat je komt? Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Zo, nou jullie liggen wel allebei in een aparte slaapzak. Dat vind ik wel een... Ja, zo moet dat, hè. Had je zo de eerste nacht van je huwelijksreis voorgesteld? Ja, denk het wel. Oké, laat ik het dan even aan je partner... Mag ik er even bij komen liggen of niet? Ja? Prima, nee, dan ga ik even gezellig bij liggen. Het is ook een stuk warmer, want het is buiten namelijk nog hartstikke koud. Oké, dan kunnen we beter een gesprek voeren ook zo natuurlijk. Laat ik het even aan jou vragen. Hoe was de huwelijksnacht? Ja, geweldig. Lekker stil. Goed geslapen, hoor. Ja, echt. Ja, maar dat willen we natuurlijk allemaal niet horen. Ja, dat weet ik. We zijn hier op een camping in Hoenderlo. Dat doet dingen met mensen. Ja, klopt. Is er nog iets gebeurd? Volgens mij niet. Volgens mij niet, zegt hij. Nou, dan denk ik ook niet. Timor, deze tent is het redelijk rustig gebleven. Ik heb in ieder geval wel voor jullie, weet je, een heerlijk ontbijtje. Zo op de vroege ochtend. Een lekker croissantje. Oh, lekker. Kijk, op bed. En een verse jus. We hebben echt staan persen. Ja, hier, kom even lekker uit je slaapzak heen. Dat wordt echt met pijn en moeite wordt de slaapzak open geritst. En wordt er naar de croissantjes gekeken. Kijk, een heerlijke koffie gezet. Oh. Je bent echt nog niet wakker, hè? Nee, het is nog een beetje vroeg. Ja. Jullie zijn ochtendmensen volgens mij, dat ben ik niet zo. Ja, wij zijn al een paar uurtjes op. Maar ja, we maken jou echt net wakker, hè? Ja. Nou, geniet lekker van jullie koffie. Geniet lekker van de croissantjes. En geniet van elkaar met name nu natuurlijk. Ja, dankjewel. Nou, Frank, what happens in de huwelijksnachttent stays in de huwelijksnachttent. Blijkbaar. Denk ik. Maar ik zie wel, zie je daar allemaal literatuur liggen naast hun twee bedjes? Ja, er ligt hele mooie literatuur. Denk bijvoorbeeld aan de Donald Duck. Natuurlijk een vrolijk weekblad. Even kijken hoor. De Commissaris en het Zwijgen. Dat is een mooi boek. Het is echt... Het is een spannende nacht geweest. Er liggen een paar rommelige sokken. Ja. Het is een gezellige cabine waar ze in liggen. Dankjewel, de Camping Boys. NPO Radio 2.